Probleemgedrag is afgeleid van het woord problema. En problema betekent opgave. Je staat met elkaar als multidisciplinair team, maar ook als familie, naasten, patiënt zelf voor een opgave om zo goed mogelijk met het gedrag om te gaan en eigenlijk ook steeds goed te kijken wat is oorzakelijk bij dit gedrag. Welke factoren liggen ten grondslag en hoe kunnen we daar eigenlijk nog iets met elkaar aan veranderen, zodat dat gedrag ook zo min mogelijk lijdensdruk of gevaar veroorzaakt bij de patiënt zelf of bij zijn omgeving. Het specifieke van gedrag is, en ook van probleemgedrag, dat het plaatsvindt in een bepaalde context. Voorbeeld daarvan is zwerfgedrag. Zwerfgedrag kan in een thuissituatie echt heel problematisch zijn. Maar in een instelling, als daar ruimte is om veilig naar buiten te gaan of over gangen te zwerven, dan is dat veel minder een probleem op dat moment. Als het gedrag problematisch is, ook dan moet je altijd die omgeving en die interactie, die relaties heel goed meenemen. Want je reageert op elkaar. Ja, er is niet één manier om het op te lossen, maar er zijn wel veel hulpmiddelen. En die hulpmiddelen die kun je ook vinden op de site. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld het stappenplan probleemgedrag gebruiken. Dat echt een hulpmiddel is om het hele moment van signaleren van gedrag, het observeren tot en met de evaluatie van hebben we nou de juiste interventies gekozen, heel methodisch in kaart brengt. Het voordeel wat je kan behalen is in eerste instantie dat je kan kijken of het voor de patiënt goed werkt, of die gelukkiger is en blijer en meer kwaliteit van leven heeft. Daarnaast wat ook echt werkt is dat je als team dichter bij elkaar kunt komen en ook met elkaar echt aan het werk bent. En dat kan echt heel veel meer bevrediging geven in het werk en een heel mooi resultaat opleveren. Dat is absoluut wel de moeite waard.